Het start met een kiemend ideetje. Dat plant ik in een schriftje. Met een vlijmschep, een sleep, een potlood. En die scheut groeit uit tot onze musical. Ik denk dat wij moeten meedoen. Ja, de werken moeten wel binnen de 3 weken binnen zijn, dus dat geeft ons ruwweg geschat, à la limite, momentje, hè. Ongeveer 3 weken, hè. En een idee om wat te vertrekken hebben wij zeker nog niet. Hé, ik zie het zitten, hiermee kunnen we scoren. Tonen wat er nu gebeurt, daar zit wel iets in. Ja, wij tweeën moeten onze stem laten horen. Geen stem aan de bedoel ik, maar de stem binnenin. Aha, wij gaan voor diepzinnige kwesties. Wij gaan vragen stellen zonder schroom. Ik ben een knappe net en ik ben geen gemakkelijke boy, maar ik heb crimineel veel plankenkoorts en ik ben zo onzeker over mezelf. Wij zijn allemaal onzeker over onszelf. Ja, het is een zwaar bestaan. Schrijf een nieuwe musical, een nieuwe musical, een nieuwe in elke zin van het woord. Niet gebaseerd op een film of theater, het hoort niet zo. In zijn soort. Voor zo'n show begaan er velen een moord. Zullen wij terugblikken op deze tijd? Toen wij schreven aan deze show. Toen we dag en nacht hard zoekten in die zinnigheid. En dan denken we apropos. Die kleine show duurde ons richting weer een musical geschreven. Proficiat, Dominique. Proficiat. Vrouwelijke bedoel, ik heb een kans van sterren, zijn er iets niet. We deden wel mee met de stoelen, dans, maar nu zeg ik zelf expliciet. Wat ik wil, het verschil zit in de stem, dus ik tem die weer mee. Spijt aan het einde van de song, mijn hartsvriendin. Zo graag dat onze show naar Amsterdam gaat. Ja, ik ook, ja. Pimpen, niet pimpen. Je moet het pimpen, niet pimpen. Je moet het pimpen, niet pimpen. Je pimpt het niet. Voor de iedereen in onze show zeker, dan moeten wij wel een script herwerken. Dan ik Pieter, dan herwerken wij toch gewoon heel het script? Ben jij nu echt krankzinnig geworden, ja? Want Sas spelen was niet meer goed genoeg. Ik weet dat het zucht om Sas te vervangen, maar de show moet groeien, hè. En dit kan eindelijk onze doorbraak betekenen. Dominique, wij gaan Sas echt niet vervangen, hè. Jeez, ik word er echt ziek van. Als deze show echt doorgaat, kunnen jullie dan deze foto's gebruiken of kunnen jullie de shoot gewoon nog zomer met de voorraad erbij? Oei oei. Naar de meisjes gebeld, ja? Dus ik denk dat het allemaal redelijk oké is, maar het is echt zo chaotisch, hè. Het is begonnen met een beetje improviseren met vrienden en nu is het zoiets gigantisch geworden. Ik wil ook wel dat het gigantisch is.